ben bang. Meen je dat? Ik ben zwanger. En wie bent u, als ik vragen mag? Mijn zuster Kitty zit ernstig in de moeilijkheden. Ze heeft me gevraagd meteen te komen. We zijn namelijk zeer op elkaar gesteld, moet u weten. Maar wacht eens even. Dan ben jij dus Bert, Kitty's broer? Oh, wat leuk. Ik heb jou nog als baby gekend. Jij hebt nog paardje gereden op mijn knie. Paardje? Maar dan bent u... Oom Freddy? Oom Freddy die zoveel meer was dan een oom alleen... Een oom als een vader. Ach, weet je toch. Ja, en zo kan onze soap nog jaren doorzeuren, hè? Dat is wel te hopen, Fons. Ja, maar waarom zouden we? Omdat RTL 5 een marktaandeel heeft van 7%. Door een schedule van 9 soaps en ISRA op 1 avond. Woensdag die wedstrijd, marktaandeel verdubbeld. Hebben alle critici liggen. Ja? Maar wat hebben wij... Wat heeft de VPRO met marktaandelen te maken? Wil jij op de televisie blijven, Fons van der Kouw? Graag. Dan zul jij je marktaandeel moeten elevaten. Ja, Fons op ons. Dan zullen wij moeten werken aan een beest van een soap. Omdat de VPRO binnen 2 jaar een avond heeft gescheduled met 9 soaps... En Maarten het hart. Trek in het tussendoortje. Dus jij zei dat je zwanger was om te zien hoe ik zou reageren? Ik weet niet of je echt van me houdt, Bob. Kitty. Wat nou weer? Ja, ik kom al. Moeder, wat doe jij hier? Ik hou het geen dag langer uit in dat verschrikkelijke tehuis. Ik kan geloof ik beter gaan. Kitty, blijf. Oh, jongen, wat word je hier toch riant. Luister, je kunt hier niet blijven, moeder. Godzijdank, nergens een zweempje van urinegeur. Moeder, ik zou je dolgraag hier houden, maar ik heb er de ruimte niet voor. Jongen, je hebt aan mij geen centje last, hoor. Als ik alleen maar een half uurtje per dag mag kijken naar de Bold en de Beautiful. Moeder, luister nou. Hé. Fons. Mevrouw Dubois, wat enig. Dat is lang geleden. Alfons van der Kuil. Luister nou. Dit is geen echt huis. Ja. Het is een decor, hier. Alles is spaanplaat en hardboord. Nou, wat doet dat er nou toe? Het is toch altijd nog veel ruimer en prettiger dan dat kamertje van mij in die wozo-kook. Moeder, dit is een soap. Soap? Oh, maar daar weet ik alles van, hoor. Ik weet precies hoe je moet gedragen in een soap. Ik geloof dat het best kan, Rick. We gebruiken deze ruimte eens in de 14 dagen en dan zetten we je moeder zo lang op de gang. Ach, wat nee, Fons. En dan kijk je zo in de camera. Krasse knarren zijn hun eigen baas en laten zich niet commanderen. Zo is het. Het Nederlands elftal dat op 24 maart 1913 voor het eerst van Engeland won, had geen eens een trainer-coach. Dag. Kiep Kras.